Hallo, ik ben François. Ik ben 10 jaar oud. Het allerliefste wat ik doe van de wereld is Frans praten, omdat ik dat kan en omdat ik dat altijd doe met mijn ouders. Maar goed, dit is een show-achtig ding wat ik mag doen van Thumes. Thumes. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt, want ik ben Frans. Maar bon. Ik ga opmerkelijk nieuws behandelen in deze show. En vandaag hebben wij voor u in petto. Even kijken. Boetes, blanke baby. Manrug. Oh, gatver. Oh, dat is Elvis, gatverdamme. Waarom zei je dat? Ah, godverdamme, dat is Elvis. Oké, dit is Elvis. Een man heeft de ballen van een andere man eraf getrokken. Wie doet zoiets? Ze waren allebei dronken en de ene werd boos omdat de ander probeerde de ene te versieren, maar dat vond die ene vond dat niet leuk, dus werd de andere boos. En toen is die heel boos geworden. En heeft hij de ballen van die andere eraf getrokken? Dus, kerel 1 en kerel 2, deze probeerde deze te versieren, zo, maar deze was niet geïnteresseerd. En toen werd deze boos en heeft hij de ballen zo eraf getrokken van die. Dus, hoe doe je dat sowieso? Ja, ik wil het niet proberen, maar. Zomaar je ballen eraf trekken, dat is best wel knap. Volgens het nieuws had hij de ballen een aantal keren rondgedraaid. En toen had hij gewoon getrokken en toen waren ze los. En toen heeft hij het uit het raam gegooid. En later werd de balzak van die man gevonden in de dakgoot. Dat is toch bizar? Dat wil je toch niet weten? Maar ik heb het ook verteld. En nu weten jullie het wel. Lekker bu. Ik ben François. Nieuws of geen nieuws? Bij mij is het altijd nieuws. Oh ja, ik heb ook Twitter. Als je hier klikt, dan kan je zo naar mijn Twitter. En aan de zijkant bij de omschrijving staat ook nog de link van de bron die ik heb gebruikt van het nieuws. Als je het nog even rustig na wil lezen. Maar ik denk niet dat iemand dat wil. Maar dat is gewoon te vulgair. Het is gewoon vies. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.